Ter gelegenheid van het Heemparkfeest werd het kunstwerk onder de Heemparkbrug ingehuldigd. Maar als schepen van het Heempark zijn wij natuurlijk ook heel blij dat onze Heemparkbrug er zo fantastisch uitziet. De Heemparkbrug is een mooie verbinding tussen Kattenvenne en het Heempark. En we hopen natuurlijk dat heel wat mensen deze brug nu ook komen bezoeken. Het is niet meer een gewone brug, maar het is eigenlijk een kunstwerk geworden. Het is een kader van de Unie Hasselt-Genk. We blijven bezig om eraan te werken om Genk en Hasselt toch op één lijn te krijgen. En ze zitten al op één lijn op gebied van mobiliteit, op gebied van ruimtelijke ordening en nu ook op gebied van kunst. En dit is toch ook een van de sluitstukken, denk ik, van het verhaal. En waarom wij dit zo belangrijk vinden, is omdat het, de schepen heeft het al aangehaald, omdat het een natuurlijke verbinding eigenlijk aanduidt. Maar vooral voor de stad Genk is omdat wij in 1850 een oord waren waar heel wat landschapsschilders neerstreken. En eigenlijk onze weien, onze poelen, onze moerassen vormgaven, op doek vastlegden. En wij zien dat de geschiedenis keert terug. De tijd komt terug dat we hier weer staan. En dat we zien dat heel wat kunstenaars terug naar hier zijn gekomen om ook weer die unieke, dat uniek landschap eigenlijk vorm te geven. En daarom zijn we ook zeer fier op dit werk van Niels Lohmen. Omdat het natuurlijk ook refereert naar die tijd van 1850 tot 1920. Maar ook omdat het uiteindelijk de verbinding legt tussen het centrum, het Emile van Doren Museum en Kattenvenne. En deze brug was een beetje nog de doorn in het oog. En deze krijgt nu heel mooi vorm door eigenlijk de tekeningen ook van Becker. En Becker is ook iemand die iets had met kindertekeningen. En dan ben ik als schepen van jeugd naast cultuur ook wel heel blij. Want ik denk dat het dan zo naadloos past bij wat het Heempark doet. Is uiteindelijk kinderen ook een stukje wegwijs maken in natuur. En dat is ook iets wat we als stad heel belangrijk vinden. Vandaar dat we ook nadenken als stad over hoe we speelpleintjes ook zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. En ook zo avontuurlijk, natuurlijk spelen ook kunnen promoten. Want nu is het tijd om het plechtig in te huldigen. Maar dat gaan we doen met een glaasje daarachter. Alleszins, geniet van deze dag. Ga zeker nog naar het Heempark. En nog een daverend applaus voor Niels Lohmen.